ik heb hier zo geen zin in. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Het is een jaar geweest voordat we een aflevering hadden. Oké, die grap zou ik er niet in gooien. In ieder geval, iedereen een gelukkig nieuwjaar. Mocht je de livestream video niet gezien hebben, bij deze nogmaals een gelukkig nieuwjaar gewenst. Oké, even praten over Pikmin. In de vorige aflevering, wij zijn richting niet de Perplexing Pool, maar de andere level. Daar zijn we in gegaan. En daar hebben we snel eventjes de blauwe Pikmin leren kennen. De blauwe Pikmin die tegen water kunnen, dus heel erg handig. En hebben we gelijk die gele Pikmin kunnen gebruiken om nog een hek open te maken die ons naar een moeilijke cave bracht. Dan hebben we het probleem, we hebben hier verschillende sterke vijanden bij ons zitten. Namelijk de Spotty Bobber. Ik hoop dat ik hem goed uitspreek. Zoals je ziet, zijn ogen zijn half open, dus daardoor slapen ze half. Nou, het probleem is, deze vijanden die zijn heel erg moeilijk te verslaan. Maar met paarse Pikmin kunnen ze best wel te doen zijn. Dus we gaan gewoon de paarse Pikmin bovenop gooien. En zo versla je ze toch wel decent snel. Het enige nadeel is, op het moment dat ze wakker worden, dan hebben we een probleem. Nou weten we dat er daar nog eentje zit. Maar we kunnen heel rustig en voorzichtig deze even toch uitschakelen. Volgens mij krijgen deze geen helft terug. Volgens mij niet. Er was er eentje die krijgt zijn helft terug na een tijdje. En dat is zeer gevaarlijk. Jullie twee kunnen we nog even uitschakelen. Oké. Ik wil die grote daar echt niet wakker maken. Jou eventjes. Oké, dankjewel. Oké, dan hebben we dus nog die grote. De lichte slapers. Oké, gooien. Defense, attack. Mooi. Dus, ja. Op zich, ja, best wel eigenlijk een disclaimer. Ik was er heel erg bang voor. Maar ik ben er nog steeds heel erg bang voor. Dat kan ik jullie nog steeds vertellen. Want deze die zijn zo erg makkelijk wakker te maken. Dus wil je zeker vooruit kijken. Dan pakken we heel eventjes ons andere team erbij. Even onze treasure gasten. Mochten we wat meer rode willen hebben in onze team, dan kunnen we dat daar doen. Wil je trouwens nou kijken hoeveel Pikmin dat je van welke kleur allemaal bij hebt? Dan kun je dat hierin zien. We hebben 25 blauwe bij ons, 15 rode. Ja, dan kun je daar eigenlijk zien een beetje zeg maar in dat onderste bij leader. Ja, dan kan je het een beetje zien. Dus voor de rest zitten we best wel goed verdeeld. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Ja, al nemen jullie alles mee, dat maakt mij het uit. Neem het maar mee, doe er iets mee. Dan gaan wij ondertussen alvast even wachten bij de K4 totdat ons klavertje 4 onze kant op komt. Gelijk al een beetje geluk, kunnen we wel gebruiken. Hoppakee, daar komt hij al binnen. Crystal Clover. Nou, het is ook een gekristalliseerd. Ik dacht dat je wel iets met luck of zo zou doen. Maar ja, 150 poko's, dat is niet echt verkeerd. En oké, ja, dan krijgen we nog een beetje van mijn kleingeld binnen. Maar het is niet echt hard nodig. Ik bedoel, je kunt alles wel harvesten en alles wel binnenhalen om zo snel mogelijk op die 10.000 te komen. Maar met enemies, daar gaat het nog niet echt snel mee. Dus, maar goed, we hebben het eerste sowieso gehaald. En we hebben dus enge vijand gehaald. En we gaan dus verder in de Bulblex Kingdom. Nou, zoals je al ziet, Bulblex Kingdom is een beetje gebaseerd op alle Bulborbs en Bulbears en Bulbul.com en weet ik het allemaal nog meer. Dus daar willen we zeker voorzichtig voor zijn. Nou, dan zien we hier dus een heleboel rode vijanden. En zien we daar dus ook weer de rode spinnen. Dus ik neem heel eventjes mijn rode team mee om heel eventjes wat vuur even aan de kant te mepperen. Die rode spinnen die zijn niet echt dodelijk voor ons op het moment. Dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Deze kunnen we ook even meenemen. Daarboven zien we al gelijk iets. Volgens mij willen we daar onze yellows voor gebruiken. Of we gooien gewoon andere Pikmin daar bovenop. Oké, laten we eerst even die spinnen even uitschakelen. Laten we eerst even die spinnen even... Ik kan echt niet mikken. Eerst kan ik niet tekenen en nu kan ik niet meer mikken. Oké, nou. En dag spin. Mooi. Dus die kunnen we daar met de yellows doen. Oh nee, wacht eventjes. Ik zie daar een... Is daar. Waarom zit daar een schaduw? Volgens mij ben ik bang voor niks. Ik weet het niet zeker. Maar... Oké, en ja. Hij doet even zijn vuuraanval. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja, je hebt ze dus zeg maar in alle elementen. Je hebt ze in geel, je hebt ze in blauw, je hebt ze in paars. Je hebt ze in alle elementen zeg maar die de Pikmin 2 te bieden heeft. En de grootste gevaar zit natuurlijk in de gele. Aangezien dat ik al zei, stroom. Is instant death. Nou, als ik me niet vergis, kan ik deze hier zo opgooien. Nee, dan zijn ze te... Dan kunnen ze zo... Oké, dan doen we het anders. Wat we dan gaan doen, is zit daarboven een...
Oké, dit moeten we echt met de rode doen. Oké, nou, dan doen we dit even met de rode. Je wilt de rode Pikmin dan daar bovenop gooien. En via... deze command... willen we ze dus eigenlijk hier naar dat diamantsteentje brengen. Jongens... kom op. Oké, we hebben er maar 5 nodig. Die kan nog wel een beetje tricky zijn om die te pakken te krijgen. Dus, maar ja, we hebben hem. Dat is het belangrijkste. Oké, nou, gele diap ook gelijk mee. Volgens mij is dat ook weer de enige treasure die we hier kunnen vinden. Best wel een interessant puzzeltje. Maar we hebben hem. Dus we kunnen... Ik denk dat dat de laatste is. Tenminste, de meter die gaat best wel nog hoog hier. Dus is er nog ergens een andere secret? Dan grappig dat we weer een Bulborb hebben gevonden. Een Bulbear, of hoe dat ze ook heten. En ja, nogmaals mijn excuses, deze namen, ik ken er echt niet goed mee. Dat hadden jullie al door, dacht ik zo. Oké, The Heart of the Ocean van de Titanic. Tearstone, dat mag ook. Lijkt wel op The Heart of the Ocean. Voor de mensen die Titanic hebben gezien. Oké, we hebben hier alles. Goed, nou, gelijk even door naar de volgende. Even een beetje over, een beetje veel praat, waarom ook niet. Want ja, we zijn gewoon treasure aan het verzamelen in een enge cave. De engste cave van allemaal, wat we allemaal wel weten. Hoe gevaarlijk dat die caves wel niet kunnen zijn. Maar, ik ga heel even een irritant geluidje maken, want mijn microfoon staat net niet goed. Maar, oud en nieuw. Ja, was hartstikke gezellig. Ik bedoel, ik heb heel veel vuurwerk gezien. Dus zelf heb ik je vuurwerk afgestoken. Daar had ik een hele specifieke... Oh boy. We hebben heel veel koffie. Oh fijn, heel mijn team wordt hier gedeliefd. Oh boy. Oké, dit zijn 4 mails. Dit zijn 4 mails, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Ja, jongens. Zo kan hij wel weer. Ik wil echt er zeker van zijn dat we hier gedeliefd worden, hè. Oh, oké, nou weet je wel, we gooien even hier even onze Pikmin op. Oké, dat is er eentje. Echt, we hebben volgens mij geen flauw meer over. Oh nee, jij komt terug. Gewoon killen die op. Ik zie geen paarse, dus het zit wel goed. Maar het was echt hartstikke gezellig. Ik ben na mijn werk ben ik gelijk naar mijn vader toe gegaan. En vanuit mijn vader toe... ja, gewoon gezellig een beetje zitten babbelen over hoe 2015 was. En ja, daarna ben ik eigenlijk naar mijn moeder toe gegaan. Daar hebben we gezellig vuurwerk zitten te kijken. En volgens mij even kijken, we zaten daar te kijken. Iets van muziek of zo. Oké, nou. Dus ja, het was heel erg gezellig. Ja-wisseling. En oh, er zit er hier nog eentje. Hi! Ik wil even wat Pikmin bovenop je neus. Je wil dus echt dat heel je team gewoon gediefflowerd wordt. Dat kan niet anders. Ik heb geen flower meer over. Je hebt nog 1 pixel HP. Echt serieus. Ga gewoon... blaas jezelf gewoon weg. Oké, nou dan zie ik daar... een ei. Daar kan wel wat nectar in zitten. Ik zag net Hi! Ik zag net een witte bloem, doordat we nog een paar witte extra kunnen maken. Dus, nee, stop nou eens met alles te dragen, jongens. En laten we eens even kijken wat erin zit. Nou, had ik trouwens in de reacties gelezen... Nee! Oh! Die ene heeft 1 hele druppel voor zichzelf genomen, de stiekemert. Maar, nou had ik dus reacties binnengekregen over, vijanden die dus, zeg maar, in die eieren zouden kunnen zitten. En... nou ga ik jullie ook vertellen, dat klopt. Er kunnen vijanden in die specifieke gebieden inderdaad zitten. Die vijanden die zijn totaal harmless. Daar hoef je ons dus, daar hoef je absoluut geen zorgen over te maken. Maar die kunnen je Pikmin nogal een beetje op stang jagen. Nou, dan hebben we hier een witte pallet. En ik denk dat ik hier een paar blauwe in ga gooien. Nou weet ik dat we niet zoveel blauwe hebben. Maar op dit moment hebben wij... maar 15 rode en 25 blauwe. Dus daarom denk ik dat we even gewoon een paar blauwe even in wit veranderen. Want wit, die kunnen we namelijk niet breeden. Terwijl dat als we boven grond zitten, dat we heel erg makkelijk blauwe zouden kunnen maken. Dus vandaar dat ik dat heel eventjes zo wil doen. En voor de rest, ja, ik denk dat we dan maar die ene droppel nectar... zit hier nog iets waar ik eng vind? Nee? Veilig? De zin is veilig. Zit hier nog iets verborgen? Vallende eieren misschien? Nee, ik wil. Hebben ze hem al zo vaak nou gedaan? Allemaal van die vallende eieren. Echt, ze zijn handig, nogmaals. Het is nectar, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
Maar je schrikt er wel van, omdat ik weet wat dit spel wel niet allemaal kan doen. Oké, nou, we hebben hier een paar flowers. Ik heb liever eigenlijk de meest paars op dit moment flowers, maar komt wel goed. Oké, nou, wat hebben jullie opgegraven? Een Omanyte, toch? Dat is toch die, wat is dat nou? Je had twee van die fossielen in de allereerste Pokémon. En dat was de Doom en de Helix. Dus, daar lijkt het wel een beetje op. Olimarnite. In plaats van, ja, de Pokémon naam, de Omanyte. Ik moet mijn naam een beetje beter leren kennen. Het is, ik voel me een beetje roestig. Alsof ik een jaar niet meer gegamed heb. Ja, er zit daar nog een female shaper krap, maar die kunnen we gewoon negeren. Hoppakee, we gaan gewoon dieper. Oh, nou, we zijn dus heel erg veel flowers kwijtgeraakt. Daar ben ik eigenlijk niet echt, daar ben ik niet fan van, laat ik het zo zeggen. Hier baal ik nogal van. Maar ja, aan de andere kant hebben we nou ook weer een heleboel te exploren. Wat dus al helemaal geniaal is. Aangezien dat, ja, we hebben nou alle kleuren Pikmin. Dus boven ons is er ook weer een heleboel te doen. En zijn er weer heel veel caves die we dus ook nog moeten doen. En nou zie ik hier dat we paarse kunnen maken. Nou, ondanks dat ik toch... ik weet niet. Hoe zit ik met Pikmin? Ja, we worden toch rode. Ik ga er toch rode in gooien. Oh... Ja, maar geel is belangrijk. Oké, eerst eventjes dat even uitschakelen. Geen enkel probleem. Dan pak ik heel even de rode even erbij. Liefst de leaves. Want de leaves die kunnen we namelijk... ja, anders worden ze op de flower en dat zou zonde zijn. Automatisch gooi ik ze daarna toch wel daar niet van, maar... Oké, nou hebben we in ieder geval weer een groter attack team. De reden waarom dat we nog steeds voor paarse gaan en voor witte is omdat er zijn sommige dingen nodig waardoor dat we heel veel paarse nodig gaan hebben. En nogmaals, paars is een heel goed attack squad. Dus daarom wil je zeker die allemaal bij hebben. Oké, nou ik ga heel eventjes de teams hier verdelen. Ik ga er eentje, die gaat op pad met de gele om even alle stroomhazards weg te halen. En ik heb er 22. Dat klopt niet. Oké. En de andere, dat wordt ons aanvalteam voor non-elektrische vijanden die dus zeg maar gaan aanvallen. En dat wordt natuurlijk ons paarse team. Maar ik denk eigenlijk dat we hier alleen maar paarse of ja, gele Pikmin nodig gaan hebben. Oké, val hem ook even aan. Even op zijn hoofd. Nee. Nou, die is in ieder geval uitgeschakeld. Jullie blijven hem aanvallen. Dus dan gooien we daar even wat Pikmin op. Ik ben echt slecht met mikken vandaag. Ik weet niet wat het is. Voor de mensen die misschien een... Oh, hoi. Oh, op jou willen we expringen. Hij heeft altijd een treasure namelijk. De... ja, de Golden Flintbug. Hoe dat ook heet. Die heeft altijd een treasure bij zich. En dat is altijd handig. Dus... volgens mij heb ik vroeger zo'n steen gehad. Dat was zo'n bergkristal of zo. Ik heb vroeger eentje gehad. Ja, schokkend. Ah, nee. Die stomme Woliwog. Oké, nou, paarse team. Ik heb ze niet allemaal, maar of ik heb ze wel allemaal. Ja, ik heb ze wel allemaal. Oh, die Woliwog. Ik hou niet van Woliwogs. Kom dan. Ah. Denk je nou echt dat ik daarin ga trappen? Woliwog. Hier. Oh, nee. De afteraanval. Ah, drie paarse Pikmin kwijt. Dat doet pijn. Ja, Woliwogs die hebben het vervelende... Die kunnen dus nog gewoon in de lucht springen op het moment dat ze dus ja, al geen HP meer hebben. En die kunnen dan gewoon hun aanval gewoon afmaken. Door gewoon te zeggen van... ja, je kunt schokken wat je wil, maar dat doet niks als je geen tweede hebt. Hè? Dus daarvoor gebruiken we even mijn baas bij. Hè? Ja. Maar ja, daar zijn Woliwogs dus heel gevaarlijk in. Op het moment dat je ze dus zeg maar verslagen hebt en ze springen de lucht in. Op het moment dat de Pikmin bovenop hun zitten en nog onder hun zitten. Ze killen gewoon de Pikmin. Dus ja, het is heel moeilijk om die aanval te blijven ontwijken. Oké, nou jullie kunnen dat meenemen. Ik geloof dat die andere weg ook vrij... Ja, die is vrij. Vrij genoeg. Toch twee treasures, dat is alleen maar gunstig. Wel vind ik het zielig dat we nou drie paarse Pikmin. Of ja, eigenlijk ex-rode Pikmin. Oké, dus we hebben zo'n oeroude munt. Unknown Merit. En volgens mij was dat zo'n de oude manier van... ja, gewoon geld. Gewoon voor de oude manier van. Tenminste, dat denk ik. Ik weet het niet zeker. Spinkel, ja. Oké, dus we hebben de Crystal King. Ja, volgens mij is dat van een bergkristal. Vroeger heb ik ook zo'n soort van... Honey Wisp! Oeh.
Een rode potion. Ik was eigenlijk aan het hopen op een beetje... Hoi, zit hier iets? Nee? Oké. Ik was eigenlijk aan het hopen op nectar voor meer flauwe Pikmin, maar hier kan ik ook wel mee leven. Twee rode potions, dat is altijd gunstig. Dus dan pakken we even Lulie er ook even bij. Jullie blijven daar maar even lopen. Ja, als jullie iets mee willen nemen, dan moet je zelf weten, want dat boeit me eigenlijk helemaal niks. Olimar. Doe het maar heel eventjes opsnuiven met een rietje. Ik serieus, ziet het eruit alsof dat ze dan aan het opsnuiven zijn. Je moet opletten hier. Hey. Toch weer twee potions erbij. En ik wil die Junk niet in een skip hebben, dus we gaan gelijk verder voordat we die 2-3 poko's krijgen. Misschien zelfs maar 1, ik weet het niet. Dus! Doen het redelijk, decent, denk ik. Toch? Tot nu toe gaat het nog wel lekker. Dus hoeven we ons daar niet echt zorgen over te maken. Nou ja, we zijn wel 3 Pikmin kwijt waar ik nog steeds van baal. Maar goed, even om terug te komen over... oh boy, dit ziet er niet echt gunstig uit. Kan ik ergens even voorzichtig, rustig staan? Misschien... Oh, is dat een lopend? Nee, dat is daar gewoon de cave. Kunnen we daar... Oh! Nee. Eerlijk zullen we alles delen. Hij een beetje meer dan jij. Paas erop. Kunnen we hier veilig staan? Oh, Snikey! Oh. Dat wou ik dus zeggen over die eieren. Zoals je hebt gezien in de Pikmin-series, hebben we al heel vaak vallende eieren gezien. Zoals ik al een paar keer heb gezegd, is het niet het enige wat kan vallen. Zoals dat we net een Wollywalk hebben zien vallen. Kan dit ook gebeuren met Bomrocks? Ja, er zitten Bomrocks in Pikmin 2. En niet de vriendelijke manier van Bomrocks. Bomrocks die zullen zomaar spontaan in één keer vallen. Terwijl dat je dus zeg maar ergens rondloopt. Nou dacht de maker van Pikmin, ik denk neem aan Miyamoto. Dacht bij zijn eigen van, nee, dat is niet interessant genoeg. Want dan kun je namelijk rondlopen en denken van, oh, ik zorg er wel voor dat ik even geen Bomrock meer tegenkom. Mis. Die Bomrocks die vallen alleen maar op het moment dat je Pikmin bij je hebt. En dit is mijn tweede take hiervan. Want het is net dus behoorlijk misgegaan toen ik hier dus achter kwam. Hier eventjes die scène erover. Ik was toevallig over Bomrocks aan het praten, maar hier krijg je die scène. Bommen, die zijn het ergste wat je kan overkomen. Dan ben je dus bezig met een aanval. Of een aanval aan het voorbereiden. En dan denk je, flots, kadoeng, dang! Gebeurt er dat. Zoals je dus ziet in die scène, op het moment dat je dus een Bomrock raakt... Met een aanvallende Pikmin. Willen jullie alsjeblieft stoppen met het laten vallen? Als je dus een Bomrock raakt tijdens het aanvallen. Want ik was dus met een Bomrock bezig. En boom, in één keer was het. Weg alle Pikmin. Als je hem dus zeg maar bij het minst of geringste ontploffen ze gelijk. En dan gaat de timer, die gaat nog niet eens meer naar nul toe. Dus je wil echt extreem voorzichtig hier zijn. Oké, daar zit waarschijnlijk ergens een treasure in de buurt. Maar ik wil toch eerst eventjes van die vijandjes hier af. Kom op. Goed, Mikke. Oh, hij is wakker. Hij is wakker en hij gaat er waarschijnlijk niet meer terug slapen. Gaat hij terug slapen? Hij gaat waarschijnlijk niet terug slapen, hè. Het werk van die beesten, weten ze, die slapen niet zo snel. Misschien als ik hier achter ga schuilen. Hoi. Is hij nog steeds gelokt? Blijft hij nou wakker? Ga je slapen? Oh, hij slaapt weer. Oké. Nou hoop ik niet dat het spel zo gemeen gaat zijn om daar een Bomrock neer te gooien. Ik weet hoe dit spel kan werken. En ik weet dat het spel zo gemeen kan zijn. Oh boy. Oké, we hebben hem. Stop met aanvallen, stop met alles. Kom gewoon terug. Oh, dit is zo... Oh, dit is zenuwslopend, jongens. Oké. Niks. Waar zou dan eigenlijk die treasure zitten? Want ja, je zag dus net al... Dit is mijn tweede take op deze... Ja, hier zit iets.
En daar zit ook een bomrok, tuurlijk. Op het moment dat je denkt dat je een treasure hebt gevonden, gooi je daar een bomrok neer. Nou, gelukkig pak ik daar iets snellere Pikmin voor. Het nadeel is dus, zeg maar, op het moment dat je dus aan het graven bent met je Pikmin, of je bent dus met een actie bezig, dan willen ze ook nog wel eens van die bomroks gooien. Bijvoorbeeld van, ook al loop je daar met Pikmin, gebeurt niks. Op het moment dat ze bezig zijn met een actie, run! Oké, nou, ik gooi er even één. Ik vertrouw het voor geen meter. Oké, het is safe. Het is safe. Gewoon een hele squat erop. Waarom ook niet? En deze treasure die is nog niet eens veel waard. Dat is het allerergste. Zeg even dat ze rustig naar de basis toe lopen en in één keer er een bomrok naast valt. Ja, het gebeurt. Dit zijn echt de ergste dingen die in dit spel voorkomen. Ik haat bomroks. Ik denk dat bomroks gewoon echt het meest vervelende is dat ze in Pikmin 2 hebben gegooid. Oké, nou, we hebben een sprout gevonden, joepie. En dat was de enigste treasure die we hier hebben gevonden. Serieus. Ik ga hier weg. Zit hier nog een bomrok? Ik vertrouw hier helemaal niks meer. Ik ben hier weg. Ik ga gewoon weg. Nou, weet je wat? We doen nog één vloer. We doen nog één vloer. Ik bedoel, ik weet dat we over 15 minuten heen zitten. Niet dat ik veel uitmaak, want ik heb normaal gesproken. Ik wil nog één vloer doen. Maar volgens mij is dit de final floor? Het zou kunnen. We hebben nou de bomroks gehad. Het ziet er niet uit als een final floor. Dus, misschien. Nee, het is geen final floor. Maakt niet uit. Oké, dus we weten nu dat de bomroks kunnen vallen. We weten nu hoe gevaarlijk de wereld is. We weten nu dat we hier rode Pikmin kunnen maken. En dat ik daar geen zin heb, omdat rode Pikmin, die hebben we niet echt veel nodig. Ik bedoel, we hebben de 10, dat is meer een zaad. Oké, even deze pakken. Even de vuurhazard even aan de kant gooien. Moet wel heel voorzichtig zijn, want ik weet dus niet waar dat die bomrocks allemaal verstopt zitten. De ene keer heb je ze heel erg veel, de andere keer heb je ze heel erg weinig. Dan denk je dat je ze niet hebt en zitten ze er toch heel stiekem in. Oké, we hebben ook ons aanval team nodig. Team Purple. Teenage Mutant Pikmin Purples. Oké, ik grap moest even. Ik ben echt heel geconcentreerd bezig, jongens. Dat is erg, ik weet het. Mijn excuses. Sorry als het audio-commentaar een beetje wegvalt, maar... Nogmaals, dit kan gewoon zo gevaarlijk zijn hier. Heel voorzichtig, jullie. Kom op. Nog eentje erbij dan. Oké. We gaan team paars inschakelen. Team paars. Met twee blauwe, waarom ook niet? Oké, goed. We zitten nou goed. Team paars. Gaan we die vijandjes even aanvallen? Ik serieus zeg. Nou ja, in ieder geval, knallend begin. Kunnen we maar zeggen. Gelijk een knallend begin van het eerste aflevering van 2016 van Pikmin. Doing, 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 doing. Ach ja, het zijn gelukkig niet de gevaarlijkste ballbears, want... Je hebt natuurlijk ook die andere bolbears die er ook nog eens een keer tussen zitten. Ken ik jou heel even? Goed zo. Zonder dat je je vuuraanval doet. Nee. Jij mag geen Pikmin happen. Oké, nou. Ik denk dat ik jou gewoon frontaal vooraan moet aanvallen. Dan doen we dat toch? Hoppakee. We zijn niet bang voor jou. We zijn niet bang voor jou. Want Pikmin paarsen die stunnen ook heel erg. Of iets in die trend weet ik wel. Is deze uit? Ja, die is ook uitschakeld. Oké, dus we hebben daar... Oh, die is niet uitschakeld. Ah, dat kan dadelijk wel. We hebben eerst nog heel even wat vijanden die we uit moeten schakelen. Want daar hebben we nog zo'n bolbeer. Oh, ik haat die beesten. Gewoon eerst even op de papa's. Oké, we hebben ze allemaal. We hebben ze allemaal. Goed gedaan. Mooi. Goed. Goed gedaan, aanvalteam. Goed zo. Oké, nou... jou even uitschakelen. Weer een paarse. Ja, het nadeel is, je wil die paarse echt niet achterlaten. Je wil echt die paarse maken. Ik denk dat ik even wat blauwe opoffer. Ik bedoel, we hadden niet echt waterhazards hierin zitten. Dus ik denk dat ik dan even wat paar extra blauwe even meeneem. Ja, ik denk dat ik een blauwe in ga gooien. Ik denk dat er geen kwaad kan. Oké, dus even de blauwe selecteren. Liefste leaves. En... Even goed mikken, want dat kan nogal eens een issue zijn. Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik ook heel erg ver van mijn sensorbalk af zit, hoor. En dat ik misschien even de sensorbalk wat dichterbij had moeten pleuren, maar... Kun niet alles hebben.
Oké, nou hebben we in ieder geval weer 5 paarse bij ons aanvalteam. En geloof me, voor de baas in deze dungeon is dat ook echt wel nodig. Dat kan ik jullie wel vertellen. Dus, oké, nou we nemen even heel het Pikmin team eventjes samen. En dan gaan we heel eventjes die treasures ophalen. We hebben nog 10 rode, dus dat komt wel goed. Even kijken, ik heb toch de blauwe erin gegooid, hè? Ja. Oké, dan is het goed. Dus we hebben daar een steen. En we hebben een soort van schedel. Oké, nou even goed mikken. Oké, nou jullie nemen dat even alvast mee. Jullie nemen dit even alvast mee. Oh nee! Ah! Ik haat bomrocks. Zoals ik al zei. Dan heb je geen één bomrok, de hele vloer, en dan in één keer... Ik zag hem echt veel te laat. Dan in één keer... Oh, je bent er bezig. We hebben hem net opgegraven, er gebeurde niks. En op het moment dat ze het draagden, op het moment dat ze zoiets hadden van... laten we eens heel eventjes de boel eventjes gaan dragen. Een fossiel. Gooi ze daar die bomrok! Oh, dit is zo'n gemeens... Ik zag een paar paarsen die we kwijtraken. We hadden in totaal 27 paarsen. We hebben er nog 24. 1 blauwe. 1 gele zijn we kwijtgeraakt. Oh, dat doet pijn. Maar goed. Met deze explosieve lol die we dus in deze aflevering hebben... Dank ik jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij een nieuwe aflevering van Pikmin. Even een noot voor Terraria. Terraria zal pas volgend weekend opgenomen worden. Dus op dit moment hebben we deze week ook nog geen nieuwe Terraria afleveringen. Mijn excuses daarvoor. Mijn hele feestdagen zijn pas net geweest. Dus een beetje begrip kan geen kwaad, denk ik, daarvoor. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie morgen allemaal te zien. Leukste momentje, heb ik al gezegd. Laat een like als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Voor de 8 helden die in deze... In dit avontuur gesneuveld zijn. Ik haat bomrocks. We beginnen knallend. Yay. In 2016. Ah. Doei.